Helemaal goed. Hartelijk welkom allemaal bij de deelsessie renovatie kunstwerken van 4 naar 400. Mijn naam is Anita Baars. Ik ben programmamanager infra bij de Bouwagenda. En voordat ik de gasten aan mijn virtuele tafel aan u wil voorstellen, nog even het volgende. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen bij deze deelsessie. Dit kan via de zogenaamde Q&A-knop, voor mij althans aan de linkerkant van mijn scherm. Daar vindt u een tabblad met Q&A. Als u daar op klikt, dan moet u even uw naam en e-mailadres kenbaar maken. En dan krijgt u een schermpje zoals ook bij andere media, waarin u gewoon uw vraag in een soort chatfunctie kunt stellen. Wij zullen aan het eind van deze gespreksronde met vier sprekers de vragen bekijken en mogelijk de vragen ook rechtstreeks stellen aan de sprekers. Goed, nogmaals van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over de portfolioaanpak. Vraag stel ik eerst even de gast aan u voor. Allereerst in ons midden zijn Lily Molenkamp. Zij is directeur beheer en uitvoering bij de provincie Noord-Holland. Welkom Lily. Koenen Talsma. Hij zal Michelle Blom van Rijkswaterstaat vervangen dit keer. Zij was helaas verhinderd. Koenen is lid van de Taskforce Bouwagenda en is tevens ex-lid raad van bestuur van Dure Vermeer. Dan hebben we Harry Zondag, trekker in portfolio aanpak bij Rijkswaterstaat. En tot slot Marco Hofman, transitiemanager VNR-opgave vanuit de bouwcampus. Marco, om met jou te beginnen, zou jij ons willen inleiden in het onderwerp portfolio aanpak? Als het goed is, is nu mijn scherm in beeld. Ja, kijk, ik denk dat ik dat helemaal goed zie. Mijn naam is Marco Hofman, werk voor de provincie Noord-Holland en de bouwcampus. En ik ga je zo uitleggen hoe het renoveren van kunstwerken van 4 naar 400, waar die titel vandaan komt. Het gaat allemaal over dat we het echt wel een beetje anders moeten gaan doen in de infrastructuur. We hebben een enorme opgave, we hebben een enorme uitdaging. Heel veel van onze infrastructuur is aan het verouderen. En alleen al de vervanging en renovatie, daar heb ik het nog niet over het onderhoud zelf, maar de vervanging en renovatie kost al zo'n beetje 2 miljard per jaar. En dat wordt echt in de komende decennia heel erg veel meer. Kortom, het moet slimmer, het moet goedkoper, het moet duurzamer. Het moet ook met minder mensen, met minder materialen, met minder emissies enzovoort. En vooral ook goedkoper, als we die enorme opgave die voor ons ligt willen aanpakken. We zijn in de roadmap bruggen en sluizen van de bouwagenda juist met dit onderwerp bezig geweest. En ook bij de bouwcampus ben ik met dat onderwerp vervanging en renovatie heel druk bezig. Het is een van de drie grote opgaven waar we als bouwcampus ons op richten. En we zijn ernstig op zoek naar oplossingen om dit vraagstuk aan te pakken. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En we hebben dus heel veel behoefte aan verandering, aan andere oplossingen, aan andere manieren om projecten aan te vliegen. En een duidelijke trend die we daarin zien en die we ook heel graag willen bevorderen, is dat er veel meer naar samenwerking gekeken wordt. Een voorbeeld wat ik wil delen is de aanbestedingsstrategie van de gemeente Amsterdam met zijn kademuren en bruggenprogramma. Bovenaan die aanbestedingsstrategie staat, we willen naar lange termijn partnerschappen. Niet van projectje naar projectje, nee, lange termijn partnerschappen waarbinnen we veel meer ruimte voor samenwerking, innoveren, verbeteren, al die ambities en uitdagingen aanvliegen kunnen doen. En in mooie taal noemen we dat mandjes. Meerdere objecten in één contract onderbrengen en samen met je partner, je partners, dat aanvliegen en daar die grote ambities, die grote uitdagingen in onderbrengen. Nou, daar ga ik zo wat meer van laten zien. Er zijn al zo de nodige voorbeelden in Nederland zichtbaar.
her en der. Er wordt hier en daar over gepubliceerd. We gaan bij de bouwcampus ook nog dit overzicht wat verder uitwerken. En zodat je er ook nog wat meer informatie en inspiratie uit kunt opdoen. Maar ik laat er even een paar zien. Provincie Overijssel heeft al een flinke tijd geleden een programma gestart eigenlijk. Waarbij met een gekozen aannemer het beschikbare geld besteed wordt aan een enorm onderhoudsprogramma. Het is daar niet zo dat er een bestek geschreven is en dat de aannemer het mag uitvoeren. Nee, samen met de aannemer wordt bedacht, wat gaan we voor dat geld doen? Wat creëert de meeste waarde voor Overijssel, voor de infrastructuur? Waterschap Noorderzijlvest heeft op zo'n soort gelijke manier in de afgelopen periode gefocust op het vervangen van een heleboel vaste bruggen. Ook dat hebben ze georganiseerd in een bouwteam met een ingenieursbureau, met een aannemer. En ook daar wordt dus lang samengewerkt en daar is ook een enorme prachtige uitdaging die prima in zo'n samenwerkingsverband past. In Noord-Holland zijn de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat bezig in samenwerking met de bouwcampus, begeleid door de bouwcampus ten dele, om 4 bruggen in 1 programma onder te brengen, in 1 aanbesteding onder te brengen. En dit is een beetje de bron van de titel, want nu gaat het over 4 bruggen, maar natuurlijk is de ambitie dat we doorgroeien van 4 naar 40 naar 400 en natuurlijk nog veel verder door. En dan gaat het niet per se om de grootte van de contracten, maar het gaat wel over dat we grote hoeveelheden werk bij elkaar samen organiseren en daarin de ruimte pakken om te verbeteren, om te innoveren, om die vervanging- en renovatieopgave in Nederland als bouwsector goed aan te pakken. Nog een voorbeeld is 5 sluizen van Rijkswaterstaat, maar daar ga ik niet over vertellen. Ik denk dat Harry wordt. Ja, dankjewel Marco voor deze introductie. Harry, mag ik jou het woord geven als man uit de praktijk? Ja, nou dankjewel. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij bezig zijn met de portfolio aanpak. En ik eerst even het waarom. Eigenlijk staat hier gewoon wat we ermee willen bereiken als effecten. We willen dat de markt over projecten heen meer kan leren, risico's reduceren. Uiteraard faalkosten verminderen. Ik heb alleen plenair net gehoord dat het faalplezier mag er ook zijn. Maar goed, dat even terzijde. Rijkswaterstaat wil ook meer projecten tegelijkertijd, meer uniformiteit in de uitvoering. En gezamenlijk willen we daarmee ook de transactiekosten verminderen. En de productiviteit is gewoon nodig, wat Marco ook zei. Meer duurzaamheid, meer digitalisering. En uiteindelijk, we zullen het sneller en beter moeten doen met elkaar. Ik begreep van de gemeente Amsterdam dat als we zo door zouden gaan op dezelfde manier, dat we maar 400 jaar nodig hadden om alles te renoveren, Marco. Wat willen wij dus bereiken is dat wij een lange termijn perspectief aan bedrijven bieden, samenwerken, over projecten heen leren en innoveren. En tussentijds de kansen op meer, eventueel ook minder opdrachten aan de markt aan de hand van performance management. Bij de bruggen of de sluizen in Zee en Delta, dat zijn er 5, hebben we daar als volgt op ingezoomd. Ik noem even hier deze sheet, maar deze mag direct door, Marco. Het gaat erover, waar gaat het over? 5 sluizen inclusief bruggen. Renovatie is groot. Het onderhoud moet gebeuren. De opgave is eigenlijk bij al die 5 sluizen gelijk. Je kunt zeggen van nou, maak er 1 opdracht van. Dat is heel simpel. Dat is eigenlijk een vorm van schaalvergroting die ik niet direct een portfolio aanpak zou noemen. Maar het zou ook kunnen. Maar wat we wel zien is dat als je ze allemaal apart doet, is ook niet goed. Dus gezamenlijk aanpakken zou bij ons op moeten leveren. Betere coördinatie, uniformiteit, bevorderen van innovatie en duurzaamheid. En uiteindelijk ook versnellen, want dat is wel degelijk wat wij ook nodig hebben. De vraag is, hoe gaan we dat dan doen? Bij deze 5 sluizen hebben we gezegd van we delen de 5 sluizen op eigenlijk in een mandje van 2 plus 2 plus 1. En we doen dat via een herhalingsopdrachtclausule uit de aanbestedingswet. Dus bij goed functioneren en het voldoen aan de goede cumulatieve voorwaarden krijgt de aannemer die de eerste 2 sluizen goed uitvoert ook de opdracht om de sluizen 3 en 4 en uiteindelijk ook sluis 5 uit te voeren.
En daar zit wel een aanbestedingsrechtelijke randvoorwaarde aan dat de start van de onderhandelingen binnen 3 jaar na gunning van het basiscontract moet zijn. De vraag die we juridisch nog wel eens krijgen is van, is dit niet uitsluiten van het MKB? Dat hoeft niet. Als je maar kijkt naar wat er op jaarbasis moet worden gedaan, dat die omvang niet te groot wordt. Nou, laatste slide is wat mij betreft vooral ook van deze 2-fase aanpak is er ook nog eens een keer bij ingefietst. Omdat je ook in die portfolio aanpak altijd met meerdere fases te maken hebt. En daar zit ja, dus ook de vraag in van hoe ga je dan om met prijsvorming? Hoe ga je eventueel ook met een exitstrategie, et cetera, om? Er zitten nog een hoop vragen bij. De planning is dat dit in Q2, dus het tweede kwartaal, op de markt komt. Afgelopen week is er net de marktconsultatie hiervoor geweest met veel positieve reacties. Er zijn nog meer projecten bij Rijkswaterstaat, onder andere ook de constructie van een raamovereenkomst rondom geluidsschermen zijn we mee aan het ontwikkelen. Maar ik wou het hier even bij laten, want volgens mij de tijd alweer ruimschoots om. Dankjewel Harry. De tijd is inderdaad kort, maar heel erg bedankt voor deze reflectie op de praktijk. Jullie zijn al heel erg ver. Ik zou graag het woord willen geven aan Koenen en jou de vraag stellen, Koenen. Gaat deze portfolio aanpak of 2-fase aanpak nou opleveren voor marktpartijen? Wat gaan we hiermee winnen? Nou, het allereerste, als ik even de bril van Rijkswaterstaat opzet, dit past natuurlijk in het transitieprogramma wat Rijkswaterstaat met de markt heeft ingezet. En dat is nou typisch iets wat in deze bouwagendaperiode de kern van de zaak is. Je gaat naar elkaar luisteren. Je hebt een opgave, een verduurzamingsopgave. Je wil het efficiënter en goedkoper maken. En Rijkswaterstaat zegt nou ook, alleen als projecten worden herhaald, gaat innovatie lonen. En het is fantastisch dat een opdrachtgever dat zegt en zoals Harry laat zien ook in de praktijk brengt. En je kunt het dan, zo'n portfolio aanpak is dus één van de sporen die Rijkswaterstaat inzet om dat nieuwe denken vorm te geven. Om inderdaad projecten op te schalen wat hier gebeurt, om te kunnen innoveren, ook om te versnellen. Ja, en dan kun je mandjes van projecten maken binnen je eigen organisatie, zoals hier binnen Rijkswaterstaat gebeurt. En zoals een paar voorbeelden laten zien. Maar je kunt het natuurlijk ook samen met andere opdrachtgevers doen. Zoals met de provincie Noord-Holland nu is opgestart. Het idee is hetzelfde. De ene keer binnen één opdrachtgever, de andere keer samen met andere opdrachtgevers. En dat is een geweldige stimulans in lijn wat de bouwagenda beoogt. Dankjewel Koenen. Ik ga straks nog even bij je terugkomen voor wat betreft de marktkant. Lindy, hoe is dat vanuit jouw rol als opdrachtgever? Ja, weet je, ik juich dit heel erg toe. Dit is nou precies waar we naar op zoek zijn. De opgave die we hebben is heel groot. En ik heb daar zo ook nog een nieuwtje over. Die wil ik ook nog graag even met jullie delen. Die is zo groot dat we kunnen zeggen, we willen dat binnen onze eigen organisatie doen. Maar de kracht zit denk ik juist ook over de organisaties heen. Want niet iedereen is zo groot als de provincie Noord-Holland of Rijkswaterstaat. Of nog een slag groter. Dus we moeten het samen doen. Er zijn 350 pak en beet overheden in Nederland. Plus nog zoveel partijen die erbij betrokken zijn. Ja, laten we de handen ineens slaan. En dan kom ik even naar die grote opgave. En dat is wel een leuk nieuwtje. Hè? Buiten deze mooie initiatieven die binnen en tussen organisaties genomen worden. Dus goed weten dat wij de handen ineen hebben geslagen. En als bouwagenda 2 partijen hebben gevraagd om nu eens in kaart te brengen. Hoe groot is die vervangingsopgave eigenlijk? Want we weten dat eigenlijk best wel aardig voor de woningbouw. En daar kunnen we allerlei verhalen over vertellen. Maar die vervangingsvraag van de infrastructuur die is eigenlijk nog niet heel goed bekend. Nou, we hebben 2 partijen, TNO en de Bruggenstichting, gevraagd om voor ons eens inzichtelijk te maken wat daar aan de hand is. Michelle is er helaas niet, maar anders zou ik haar hier ook ter plekke bedankt hebben als taskforce-lid vanwege de inzet vanuit Rijkswaterstaat. En op basis van prognoses van Rijkswaterstaat, provincies, maar ook bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, hebben wij een doorkijk kunnen geven in hoe groot eigenlijk deze vraag wel niet is. Daar gaan we een gepast moment voor vinden. Willen we dat aanpakken, moeten we dat natuurlijk ook allemaal duurzaam doen. En dat willen we goed uitleggen op een nader moment. En daarvoor prikken we zeg maar begin april een moment om dat ook bekend te maken. Dus ik zou zeggen, oren gespitst op wat daaruit komt. Want dat geeft eigenlijk aan hoe groot de omvang van deze activiteiten wel niet zou moeten zijn.
Ja, dat is inderdaad een mooi nieuwtje. De perspresentatie volgt dus nog begin april over het landelijk prognoserapport. Ik ga toch even terug naar Koenen. Kun je nog iets meer zeggen over wat zo'n aanpak oplevert voor marktpartijen? Het levert perspectief op. Ik heb zelf in mijn werk heb ik een paar keer een herhalingsopdracht in deze sfeer mogen doen. Onder andere voor ProRail, die een meerjaren renovatiecorridoren gunde aan één aannemer en ook aan andere aannemers. En dan ga je inderdaad in dat treintje zitten dat je het morgen beter doet wat je gisteren had gedaan. En het gaat ook tussen, samen met die opdrachtgever gaat het ook beter lopen. En je weet dat je een tijdje vooruit kunt investeren in slim zijn. En het geeft ook lol. We hadden het over, inderdaad kom je nu en dan een mislukkingje tegen. Maar je bent ook onderweg heel veel successen te vieren. En als er iets belangrijk is in deze vervanging en renovatieopgave, is het niet alleen voor infra-eigenaren dat ze weten waar ze aan toe zijn, maar ook voor de markt. Want het is nog niet zo'n populair onderwerp. Het vakgebied moet op scholen en op universiteiten ook nog op de agenda komen. En als je weet dat er meerjaren perspectief is en dat er elk jaar wat gaat gebeuren en dat er wat te leren valt, dat is het beste wat de markt zich kan vragen. Mm-hmm. En ook dan kennelijk gaat krijgen, dus de vlag gaat uit. Ja, is dit ook herkenbaar in de contacten met de markt, Harry? Jullie hebben net een marktconsultatie gehad. Ja, eerlijk gezegd, dat sluit aan bij wat Koenen ook zegt. Is dat perspectief, dat is zo heel hard nodig. Onze transitie, dat heet ook op weg naar een vitale infrasector. En bij vitaliteit wordt inderdaad ook een aantrekkelijke sector. Ook voor het leren, voor jonge mensen om in te stromen. Associaties met leuke dingen, innovatief, et cetera, heb je dan ook nodig. Dus ik sluit me er helemaal bij aan. Ja, dat is wel een heel mooi pleidooi ook, want hier gaat natuurlijk de komende jaren heel veel gebeuren. Lindy, aan jou de vraag, wat zijn nou de belangrijkste condities om die portfolio aanpak te laten slagen? Dat zijn er best wel wat, denk ik. Maar het begint voor alles dat je samen onderkent dat het vraagstuk niet meer alleen te tackelen is. Dit is zodanig groot dat kennis en kunde gebundeld wordt en dat wij als overheden ook meer gaan praten als één partij, om het zo te zeggen, omdat die opgave zowel voor de markt als voor de overheden heel stevig is. Dat is dus één conditie, zelf de taal gaan gebruiken en zelf de richting uit gaan bewegen. En het tweede is denk ik een open mind voor vernieuwing en innovatie. En zorgen ook dat we dat laten aansluiten op de digitalisering, op de circulariteit, op de duurzaamheid die vandaag de dag ook echt verwacht mag worden van de projecten. Ja, want Koenen. Nou, ik wou nog iets zeggen. Michelle Blom is voorzitter van de Bouwcampus. Hè? En op de Bouwcampus loopt ook een programma vervanging en renovatie. En dat is de bedoeling om alles wat in de praktijk nu beproefd wordt, om dat daar op te schalen, om dat daar te versnellen, om dat te herhalen. En vandaag, vanochtend was ook de overdracht eigenlijk van het erfgoed, het gedachtegoed van de bouwagenda naar de bouwcampus. Dus ik wil ook benadrukken dat dit geen eendagsvlieg is, maar dat er de wil is om hier de komende, nou ik zeg gewoon simpelweg 10 jaar, wat van te blijven maken. En dat er ook een platform voor is waar we dat gaan doen. Dankjewel. Gezien de tijd, we hebben nog een halve minuut. Ik heb nog graag een reactie op van wat verwachten we nou van die minister van voor bouw en ook in het kader van de infra. Wat zouden we graag willen zien in de politieke omgeving? Wie mag ik het woord geven? Nou, ik durf een reactie te geven. Natuurlijk hebben we in de komende 10, 20, 30 jaar echt budget nodig voor die vervanging- en renovatieopgave. Maar op korte termijn hebben we vooral faciliteiten nodig om kennisprogramma's te doen. En dat moet ook betaalbaar zijn. En daarvoor hebben we ook dat Bouw- en Techniek- en Innovatiecentrum. Dus laten we de handen ineens slaan en laten we zorgen dat de faciliteiten naar het regeerakkoord komen om die kennis- en innovatiebudgetten aan te spreken. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk agenderen dat dit probleem nu wordt geïnventariseerd en aangepakt. Lindy, mag ik jou nog een laatste reactie vragen?
Ja, ik kan hierbij bij aansluiten. En wij hebben als bouwagenda heel veel mooie initiatieven genomen. Ik denk een van de onderwerpen die op dit moment ook speelt is een eventuele zorgplicht. Als er nu een nieuwe minister komt die zich bezig houdt met wonen en bouw, om het zo maar te zeggen, dan zou dit ook een van de onderwerpen kunnen zijn waarbij gekeken kan worden hoe we een structurele financiering op gaan zetten voor de bouw en de herbouw van infrastructuur. Goed. Andere reflecties nog. Marco, wil jij nog iets aanvullen? Nou, we willen heel graag een consistente lijn. Ik denk dat heel veel projecten er enorm belang bij hebben om te geloven, te weten dat de lijn die we gepresenteerd hebben vanmiddag, dat een constante lijn is, dat gefinancierd blijft worden, dat gedragen blijft worden en dat we daar gewoon allemaal de neuzen dezelfde richting in moeten blijven zetten. Nou, rest mij in ieder geval jullie heel hartelijk te bedanken voor jullie deelname aan deze sessie. Ook de toehoorders heel erg hartelijk dank voor jullie deelname. En mochten er nog vragen stellen, stel ze gerust in de Q&A. We kijken ook na deze deelsessie nog hoe we daarop kunnen anticiperen. En ik wens ons zelf goede politieke steun toe in de komende jaren. En heel veel succes vooral in de praktijk met deze aanpak. Want we moeten het gewoon laten zien dat het werkt met elkaar. En daar kan een goede samenwerking onderling tussen de partijen enorm aan bijdragen. Dus laten we daar vooral op inzetten. Heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.